Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar Megarasa. En vandaag ga ik een snackgerecht uit Bandung maken, namelijk chombro. En ik heb ook een special guest. En wie dat is, dat zien jullie zo meteen wel. Nou, blijf kijken zou ik zeggen. Yummy! Hoi allemaal, welkom bij Megarasa. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik natuurlijk weer wat lekkers maken. Ik ga namelijk chombro maken. En wat is chombro? Dat is een snack uit West-Java, uit Bandung. En het wordt gemaakt uit cassave en ook onchom. En vandaag ga ik ook nog aan jullie aan iemand voorstellen. Van haar heb ik alles geleerd eigenlijk. Dus dit is... The one and only, mijn moeder. Dit is mijn moeder. Hallo, ik ben Roya. En vandaag gaan we samen chombro maken, toch? Ja. Gezellig. Ja, chombro is snack uit West-Java. En het wordt gemaakt uit cassave. Hier ga ik, ik laat jullie gelijk wat de ingrediënten zijn van vandaag. Dat is cassave. Dit is grasso cassave. Dit kunnen jullie vinden in de vriesvak bij de Aziatische supermarkt. Dus ik heb deze even laten ontdooien, dus vandaar zitten in een bakje. En we hebben grasso kokos ook nodig, wat bosuitjes, seree, oftewel limoengras, wat zout. En ik heb hier mushroom bouillon. Maar als jullie niet hebben, groentebouillon of een kipbouillon, dat is ook goed. En korianderpoeder, oftewel katoenbar. Dit is dus voor de buiten, hoe zeg je dat? De deeg eigenlijk. Deeg. Hè? Ja. En de volgende is voor de vulling. Dat zijn bosuitjes. Ik heb 3 Spaanse pepers of lomboks. 3 salotjes. 3 teentjes knoflook. En kuntjoer. Kuntjoer kan je ook bij de Aziatische toko vinden. Dit is zout en een beetje suiker. En dit is dan de star of the day. Onchom. Ja, de vulling. En onchom is eigenlijk net als tempeh. Onchom, je kan eigenlijk moeilijk vinden in Nederland. Hè? Nee. Dus je kan gewoon tempeh gebruiken. Ja. Tempeh is gemaakt van sojabonen. En onchom is eigenlijk van restjes pinda en ook soja, toch? Maar ja, dat leg ik wel uit hieronder. Dus dan kan je gewoon nalezen. Dus ik wil nu eigenlijk gewoon gelijk beginnen. Eerst vulling. De salotjes? Ja, de salotjes even malen. Mm-hmm. Ik ga even snijden, hè. Makkelijker om te blenderen. Mm-hmm. Blenderend. Oké, okay. Yes. Dit doe ik dan in de chopper. Ja, dit is ook misschien. Ja, kleine maker, makkelijker. Mm-hmm. Ja, hier heb je zo. En ook de kantjoer. Yes, alles. Kantjoer ongeveer 2 of 3 centimeter is het. Nou, 3 denk ik. 3. Oké. Okay. En ik heb peper. De pepertjes. Voor deze alleen? Ja, is deze. Oké. Okay. Oh, sorry. Gelijk de zout. Zout. De suiker nog niet? Nee, dadelijk. Gaan we die even fijn maken.
ga nu herrie maken. En dan... Oké. En ook nog de onchom. Nou, jullie zien dus dat de kleur van de onchom is meestal wat oranje. En tempeh is natuurlijk gewoon wit. Beetje, beetje, hè? Oké, beetje bij beetje. Oké, hij is nu goed gemengd. En nu gaan wij in de pan doen. Bakken in de pan. Tomis. Moet er een beetje olie bij? Ja, klein beetje olie. Klein beetje olie. Dan doe ik even deze even aan. Scheutje olie, zo. Yes. Oké. Dan doe ik erin. Nou, deze onchom hebben we toevallig gekregen van een vriendin van jou, hè? Die is naar Indonesië geweest. Kom uit Indonesië. Dus hebben wij geluk dat wij dit, dat ze dit heeft meegenomen. Maar ja, nogmaals, je kan dit gewoon vervangen door tempeh. Dus als je denkt van, oh jammer, geen onchom, maar je kan gewoon met tempeh gebruiken. Tempeh ook lekker hoor. Ja. Mm-hmm. En nu gaan we eigenlijk wat droog maken, toch? Ja. Oh, en ook wat ik al vergeten te vertellen. En normaal doen we toch kamangi er doorheen ook? Ja, maar... Maar... Deze keer geen kamangi. Nee, we hebben deze keer geen kamangi gevonden. En normaal hebben we wel bij de Aziatische supermarkt kamangi. Kamangi is een soort van basilicum, Aziatische basilicum. Je hebt ook een Thaise basilicum natuurlijk. Alleen het verschil is met de kamangi is, ze noemen het echt meer dat aroma heeft van citroen. Heel erg sterk. En bij de Thaise basilicum is het meer anijsachtig. Yes. Maar dat kan je natuurlijk ook proberen als je dat lekker vindt. Maar eigenlijk is voor dit is lekkerder met een kamangi. Omdat we die vandaag niet hebben, gaan wij met bosuitjes. Ja. Even kijken, deze doe ik weer terug. Ga je maar verder? Ja, is goed. Ik ga ons uitjes snijden. Hè? Kan die zometeen gelijk erin of gaat die op het laatste erin? Op het laatste. Op het laatste. Als die wat droger is. Ja, lekker mooi groen. Oké. Zo handig dat mijn moeder hier is, kan ik af en toe gelijk vragen natuurlijk. Soms denk ik van, zal ik die gelijk erin doen of niet? Maar nu is mijn moeder hier, dus dat is makkelijk. Er zitten wat grote stukken in, dat is niet erg. Nee, een twee niet erg. Nee. Ga vanzelf zacht. Ja. Zo. Oh, Meek, ik ga een beetje water erbij, hè. Oké. Dat is voor... Om de... Snel gaar, die alles die... Oh, dan wordt die een beetje wat sneller gaar. Ja, een klein beetje. Maar we gaan uiteindelijk wel helemaal droog maken, ja, zeg maar. Ja, dat is toch droog dan. Oké. En wanneer weet je dat het gaar is, zeg maar, wordt de kleur ook wat donkerder? Ja. Oké. Een beetje... Nu gaat de suiker erin. En is dit eigenlijk vegan? Ja, dit is vegan. Vegan. Dit is van
soja toch? Van nee, de ja. Bonkel. Gefermenteerde, ja, eigenlijk resten van pinda's en ook van soja, toch? Ja, zit er ook in? Met astempe, zomaar. Met astempe. Ja. Nou, dat is ook wel proeven. Goed dat het vegan is. Kan je proeven dan? Even kijken. Proef jij maar. Er zit een beetje suiker bij, denk ik. Suiker? Ja. Gaan we het doen. Ja. Dus ongeveer één theelepel? Eén theelepel ongeveer. Yes. Yes. Dat is bijna droog, hè? Ja. Nu gaat de bosuitjes erin. Sorry. Oh, die vissen wel zo wel uit. Hier zo. Ja. En normaal doen we met die kamani. Mm-hmm. Zo ongeveer. En chombro is toch eigenlijk een afkorting? Chombro is dat in Sundanese is onchom di jero. Onchom di jero. Daarom chombro. Onchom di jero betekent onchom inside, hè? Inside, ja. Ja, dus onchom vulling. Onchom zit erin, betekent dat. Dus yeah. Onchom di jero. Daarom onchom. Heet dat chombro. Maar dat is met tempeh is anders, denk ik, hè? Ja. Tembro. Tembro. Zo, denk ik? Ja, volgens mij. Is wel goed zo? Ja, het is droog toch? Oké, okay, ja. Wil je nog proeven? Of geloof je het wel? Is het pittig of niet? Nee, het is niet zo pittig. Tenminste, ik vind het niet pittig. Goed toch? Oké. Okay. Dan gaan we even uitzetten. Nou, we gaan daar. En die gaan we even gewoon even afkoelen, toch? Ja. En nu gaan we naar de buitenkant, zeg maar, naar de deeg. Right. Dan hebben we hier de cassave. En eerst de cassave openmaken. Ja, dus cassave openmaken? Ja. Dan de cassave. Kijk, deze heet dus van merk Vauwaka Graspe Cassave. En dat is de lemongrass. Lemongrass, want moet ook fijn maken, hè? Eerst even fijn maken. Mm-hmm. Fijn maken met katoenbar. Ja, met erin. Kom maar. Yes. En de katoenbar erin. Fijn, denk ik. Ja. Ja. Is het zo genoeg? Ja, is wel genoeg. Toch? Wil je liever een lepel of een deze? Ja, okay. Makkelijker. Oh, het ruikt wel heel lekker. Ja. Dat is van lemongras. Ja, de citroengras en de katoenbar. Echt een hele goede combi. En dus zout erbij.
mee. Mm-hmm. Zout. En misschien voor iets lekker. Oh, wat, voor wat, wat hartig, yeah, zeg maar, smaakt, doe je gewoon een wat bouillon erbij, toch? Bouillon, yes. En dit is een, hoe noem je dat? Mushroom bouillon. Yes. Wat is mushroom nou in het Nederlands? Ik ben even kwijt. Maar als je dit hebt, ja, champignon. Maar als je dit hebt, kan je natuurlijk gewoon groentebouillon of, yeah, kippenbouillon. Paddenstoelen, dat is het. Paddenstoelen. Ja, soms ben ik helemaal in de war. Dan ben ik Indonesisch van aan praten en ook Nederlands en Engels tussendoor. Ga je met de paddenstoelen? Dit is mee en ik ga. Oké, goed. Bos uitjes snijden, ja. Alright. En die de kokos doen we later erin. Ja, kokos ook. Kan ook gelijk erin. Ja. Oké. Okay. Kokosrasp. En deze was ongeveer 100 gram, toch? Ja, 100 gram kokos. Gewoon. Droog, okay, maar op. Nou, als jullie thuis denken van wat heeft ze allemaal erin gedaan, dat weet ik allemaal niet meer. Dat staat natuurlijk gewoon op een site. En dus maak je geen zorgen, dan kan je gewoon altijd nalezen op mijn site. Dus, en als jullie nog niet gesubscribed zijn, subscribe alsjeblieft. Klik op de bel. En natuurlijk share. Ook, ja, share natuurlijk. Of ja, thumbs up, hè. Of liken. Maar geen zorgen over de ingrediënten. Ik schrijf alles op mijn website. Dat is megarasa.com. Niet NL, hè? .com. Oké. Okay. Nou, het ziet er wel goed uit zo. En dan de bosnuitjes. Als jullie even verse kokos ook goed hoor. Verse kokosrasp, uh-huh, zeg maar. Ja. Oh ja. Ja. Maar die, hoe noem je dat? De gras ook, cassave is al nat toch? Dus ja, dan, nat. Dus dan is het wel, dan wordt het een soort van deeg. Nou, flink doorroeren in ieder geval. Is het een mix, denk ik. Dit is een beetje. Okay. Ja. Nou, ik ga plastic pakken, hè. Zo. De plastic. Oké, okay, je hebt nieuwe boterhamzakjes gepakt. Ja. Dat is denk ik makkelijker om te vormen. Ja, om te vormen. Zo ongeveer? Yes, dat is goed hoor. Oké. Ja, dat is eigenlijk wel makkelijk om te maken. Ja, stiekem makkelijk. Ik ga volgende keer met die tempeh proberen, tempehvulling. Ja. Ik denk ook wel dat het al heerlijk is. Zal ik deze alvast aanzetten? Ja. Kijk, graag. Aan de lepel. Oh ja. Deze? Of ja. Een kleinere? Kleinere. Kleinere beter ook niet. Ja. Welke vorm wil je? Beetje rond, beetje... Ovaaltjes denk ik makkelijker, of niet? Ja. Een beetje, okay, erbij doen. Een beetje erbovenop. Ja. Zo. Zo makkelijk. Oké. Okay. Gaan we die ook proberen. Beetje ovaal. Maar als je geen boterhamzakjes hebt, kan je natuurlijk ook wel met blote handen doen, toch? Kan. Maar dan... We gaan de wassen. Ja, want je elke keer wel wassen. Nu is het makkelijker te vormen zo met een plastic. Nou, ik ga ook even een poging wagen. Dus gelijk in doen dan? Nog niet dit ding. Gaan we even zo... Oh ja. Hier maar even verzamelen. Even zo.
vulling. Kijken of ik het red. Maar dit is eigenlijk echt uit West-Java. Maar is het echt uit Bandung, typisch Bandung, of gewoon eigenlijk Bandung. De hele... Wel Bandung, hè? Bandung, ja. Oké. Daar komt dus mijn moeder vandaan, uit Bandung. En ik natuurlijk ook. Dus dan kunnen we volgende keer andere... snacks als Bandung weer maken. Ja. Zoals, ja, wat hebben we nog meer? Balabala, toch? Bandros. Weet je bandros dan? Kue panchong. In Jakarta kue panchong. In Bandung is bandros. Bandros, oké. Okay. Dan volgende keer maken. Ja. Nou, we hebben nu alles gemaakt, alles gevormd. Ja. En hoeveel hebben we nou ongeveer? 20 stuks. 20 stuks. Ja. Oké, okay, nou, dat is toch mooi. 20 stuks, dan hebben we gewoon 20 snacks. En wij gaan we nu bakken. Ja. De olie is volgens mij al warm. Dan gaan we gewoon even één voor één. Pas op. Ja. Yes. Nee, niet te veel in de olie doen. Zodat je makkelijk kan draaien. En we gaan nu gewoon totdat het goudbruin is, toch? Bakken? Ja, tot bruin is. Nou, dit is klaar. Nou, ik heb nu ongeveer 6 in de pan gedaan. Moet een tangetje draaien? Ja. Hij behoudt wel die vorm heel goed door die cassave, denk ik. Ja. Dan blijft dat gewoon goed. Dat is echt lekker. Nou, dat is toch eigenlijk voor het eerst dat ik dit maak. Ja? Ja. Want ja, normaal, al die video die jullie hebben gezien, dat is natuurlijk ja, haar recept, zeg maar. Dat weet ik natuurlijk, heb ik van haar geleerd. Maar deze chombro heb ik eigenlijk nu voor het eerst gemaakt. Ik eet dat ook heel vaak in Indonesië, in Bandung, toen ik opgroeide. Maar ja, eigenlijk nu pas. Normaal is pittig, hè? Normaal is het pittig, ja. Ja. De vulling is pittig en een beetje zoet. Mm. Dat is waar. Normaal doen wij ook in de vulling wat kleine rawit erin, toch? Ja. Ja, kleine rawit erin, maar dat kunnen we... Ja, te zoet, te pittig. Dat is te pittig, hè? Nee. Dat kunnen de kinderen ook niet eten. Ja, niet. En dan kan Donny ook niet eten. Nee. Eigenlijk hadden wij moeten doen. Dan hebben we alles voor ons. Ja. Beter. Volgende keer. Maar ja. Maar we kunnen wel gewoon... hoe ze in Indonesië eten, doen ze toch wel gewoon met een rawit. Een rauwe rawit, zo chombro en rauwe rawit eten. Ja, als je wil, mag hoor. Kan wel. Eigenlijk ja, doen we dat ook. We doen niet sambal of zo, wat dan ook. Nee, gewoon één hele rawit. Mm. Dus dan neem je gewoon een hap van de chombro en dan een hap van die rawit. Dus zo doen wij dat daar. That's how we do it there. Maar en ja, als mensen afvragen van ja, met wat kan je dit eten? Je kan, dit is zo al lekker, is toch? Zo. Maar je kan ook gewoon... Niks. Het is allemaal alles. Dat is waar. Zit eigenlijk al van. Ja, het is zo eigenlijk al lekker. Je hebt niks meer nodig. Ik heb niks meer nodig. Het is zo makkelijk en het is en zo lekker. Een beetje bruin. Kijk. Ja. Laat me even bruin. Nee. En we hebben best groot gemaakt eigenlijk. Je kan het natuurlijk ook kleiner maken, toch? Ja, kan. Als kleiner is twee keer, denk ik. Ja. Nou ja. Nee. Zo is het sneller. Zo kunnen we sneller eten. Ga ik ook draaien. Ja. Nog niet.
Nee. Ja, want ik dacht elke keer altijd dat je een ei nodig hebt of zo, maar dat heb je helemaal niet nodig. Nee, niet nodig. Dat is echt super makkelijk. Het is allemaal vegan, hè? Ja. Nou, we hebben net alles gebakken. Dus in totaal hebben we 20 stuks, toch? 20 stuks. Nou ja, minus 2 die de cameraman heeft gegeten. Dus we hebben nu 18. Maar goed, we willen jullie even de middenstuk laten zien. En we gaan natuurlijk ook proeven, toch? Tuurlijk. Ik proef het. Ga je eentje door midden snijden. Oké. En het is ook lekker krokant. Kijk, dit is lekker. Ja. En het is natuurlijk ook lekker krokant, hè? Horen jullie dat? Ja. Dat is lekker crunchy. Beter. Nou, dan gaan we even proeven. Ja, ah, gewoon zo. Lekker. Lekker. Is het eigenlijk nog lekkerder als het een mangie is, hè? Dan is het wat... Nog maar een beetje pittiger. En ook pittiger. Mijn moeder is gewend dat er wat rauwwit in zit en zo. Lekker. Maar ik vind zo ook echt super lekker. En ja, dan kunnen de kinderen ook en ook de cameraman eten. Ja. Ze zijn niet zo van de pittige, wij wel. Dus helemaal maar niet ja, goed, dus Mission Chombro helemaal geslaagd. Dus als jullie deze video leuk vinden, geef een thumbs up en vergeet niet te subscriben. En als jullie mijn moeder wat vaker willen zien, nou, dat kan natuurlijk ook. Geef even een comment. En ja, nou, ik ga gewoon, we gaan gewoon even genieten van de Chombro. Dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Succes. Doei.